We gaan eventjes naar iets totaal anders, want meneer Hendrik Bogaert, die we meestal kennen van zijn kritiek op veel dingen, onder andere op de regering, maar u heeft vandaag ander gezelschap bij. Waarom? Wat is het vandaag? Het is vandaag roefeldag en dan is het zo dat kinderen uit de lagere school een bakker volgen, een slager volgen. En in mijn geval is dat nu een burgemeester, volksvertegenwoordiger, de ganse dag volgen. En dus we zijn vanmorgen om 7 uur vertrokken in Jabeek en het was een interessante dag. Ze zijn ook in de fractie binnengeraakt, wat normaal niet mag. Maar ze hebben wel een hele discussie kunnen volgen. Ik vond het heel plezant. Ja. Oké. Eventjes ook nog bijzeggen dat meneer Bogaert natuurlijk van de CD&V is. Ik zei het maar van die kritiek. En we hebben hier Céline, 11 jaar, en Bram, bijna 11. Hebben jullie dan nu zelf gekozen om de burgemeester te volgen? Ja, we mochten 4 voorkeuren geven en dan de juffrouw kozen er 1 uit voor ons. Ja, en waarom net de burgemeester? Ja, omdat hij mijn oma goed kent. Ja, ik vind dat wel een lieve burgemeester. Ja, dat is belangrijk om te weten. En wat hebben jullie wat vond je het interessantste van vandaag? Want jullie zijn vanmorgen er vroeg aan begonnen. Ja, dat je in de auto, dat is wel mooi en allemaal chic. En ja, om alles een keer te mogen van dichtbij te kijken. Zo, het parlement en zo. Ja. Is het leuk, vind je? Ja. Want jullie hebben daar net al in de tribune boven gezeten of zo? Ja, en dat was wel leuk. Wat is jou opgevallen? Of, dat er militaire politie stond. En ja. En vind je dat ze veel roepen daar beneden? Nu nog niet, maar misschien nog. Ja, we moeten dan nog naar huis. Ja. Zeg, en heb je zin gekregen om misschien later zelf in de politiek te stappen? Misschien, ja. En bij de partij van de burgemeester? Als ik dat zover raak. En jij, Bram? Oh ja, ook als ik zover raak, ja. Zeg, en is het een goede burgemeester? Is het een lieve man? Ja. Oh, dat kwam er heel overtuigend uit. En hij moet even niet zien. En Bram, wat vind jij? Ik vind het ook wel een sympathieke burgemeester. Anders zou je hem niet gekozen hebben. Nee. Oké. Céline en Bram, bedankt nog eventjes naar Hendrik Bogaert. Ja, zeg, we gaan daar nog wel eens later, want we hebben een heel korte uitzending, in de diepte op terug. Maar u heeft vorige week flink uitgehaald naar de regering die wij niet doet, uw eigen regering, van uw eigen premier. En ook van dat ministerie van Financiën, waar u vroeger zo op inhakte van Didier Reynders, dus dat daar nog altijd een ramp blijft. En ja, uiteindelijk, de premier die blijft dat toch maar toedekken. Hè? Bent u al op de vingers getikt? Nee, maar ik heb... Nee, echt niet. Geen telefoontje gekregen van Van Rompuy? Nee, absoluut niet. Ik denk dat men heeft het gezien als een eerlijk interview. Ik denk dat dit land hervormingen nodig heeft. Hè. En dat is geen probleem van de laatste 2 jaar, hoor. Dat is een probleem van de laatste 10 jaar, 20 jaar. Als dit land niet hervormt, dan moest het een bedrijf zijn, dan zou het al lang failliet gegaan zijn. Ja. Zeg, is er een verschil met de vorige premier, Leterme? Zou u die wel getelefoneerd hebben? Zou hij u wel getelefoneerd hebben, liever? Ja, maar ik kom met twee goed overeen. We hebben een open relatie en er wordt ook wel getelefoneerd. Ah ja, Leterme komt hij daar nog altijd goed mee overeen, want u heeft toch geen ministerpost gekregen? Ja, maar ik vind hij altijd super sympathiek. En het stoort mij wel dat er nu zo'n Leterme-bashing wordt gedaan de laatste weken en maanden. Dat stoort mij wel. Maar hij doet ook wel een beetje aan bashing. Hè? Hij spaart zijn kritiek op de regering ook niet. Hij haalt nog uit naar Jan en Alleman. Hij zegt, ik heb maar 3 vrienden bij de CD&V. Bent u daar dan bij Evan? Bent u een van die 3? Dat weet ik niet. Ik hoop het, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik denk dat het voor niemand gemakkelijk is in de periode dat Yves nu zit. Maar goed, ik ben wel een beetje beu dat men zo voortdurend en mag geen stil overleggen. En er is een probleem. Ik vind dat problematisch. Nu, mijn kritiek gaat ook uit naar de vorige regering Paars, hè, die al spaarvarkens kapot heeft. Ik mag daar niet veel over zeggen. Wellicht, maar we hebben nu in de tijd goed genoeg daarover gehoord. Maar gewoon nog één vraagje. U pakt uit met een kritisch interview, ook voor deze meerderheid. En dan denk ik, en nu bent u weer zo voorzichtig, dat begrijp ik dan niet. Als we u dan voor de camera halen, dan neemt u volle gas terug. Terwijl dat interview is wel heel duidelijk. Hè? Maar het is heel duidelijk, dit land heeft hervormingen nodig. En als we die hervormingen niet doen, dan gaan we failliet. Ik denk dat dat een bijzonder duidelijke boodschap is. En er zijn verschillende oorzaken aan. Ook dat Paars het niet goed gedaan heeft en de spaarpotten van de hanen kapotgeslagen heeft. Ja. We komen daar later nog eens op terug, want de pannen, die dwingt ons in tijd snel de wielerkoersen. En we moeten naar... Ja, bedankt Céline, Bram, bedankt Hendrik Bogaert. En wij moeten eventjes naar Peter van der Meers. Ja, een korte round-up van vandaag.